Goed, laten we het opmeten. Voor de lengte. Ik weet het, mama. Goed, ik hoop dat je verstandig geworden bent. Ja, ik heb besloten om tante Merel op te bellen dat ik met haar mee ga naar het toneelstuk. Christine, je hebt een afspraak bij de tandarts. Je hebt vanmiddag geen zaalles. Christine! 7,60 meter. Mooie kamer. Ja, grote kamer. Kijk zeg eens naar die openslaande deur. Ja, ik ook al even kijken, maar ik denk dat er toch wat warmtevlies gaat optreden. Laten we zo ook maar meteen even meenemen in die deur. Ja. Dat is 1,80 meter. Oké, okay, nou nog even de breedte. Ja. Dan nu op de kop af 5,20 meter. Zo, zo. Goed, dit was uw eetkamer, mevrouw de psychiater. Dit is mooi. Het is een mooie, grote, ruime en ook wel geriefelijke kamer. Ja. Ja. Een van de redenen waarom we dit huis hebben gekocht. En een van de redenen dat we er iets heel anders van moeten maken. Iets heel anders van maken? Ja, luistert u eens naar mijn voorstel. Wat zou u ervan denken als we van deze kamer een behandelkamer maken voor u en een wachtkamer voor uw patiënten? Ja, maar ik dacht dat we hadden afgesproken om de dienstbodenkamers op de bovenste etage door te breken. Luistert u nou. De patiënt vertrouwt op psychiater. Ja. Waarom vertrouwt de psychiater de architect niet? Let goed op. Ik heb over een en ander nagedacht. Kijk. Dit is de blauwdruk van uw huis. Weg. Stel nou dat we hier met een schone lijper aan gaan beginnen. Hè? Want hier is uw eetkamer. Dit gooien we open. Daar hebben we een balk in. Dit breken we hier door. Dat blazen we op, dat keilen we eruit en dan kan hier het pand in. En wat hebben we dan? Dat zou ik niet zo 1, 2, 3 kunnen zeggen hoor. In elk geval geen eetkamer meer, dat is één ding dat duidelijk is. Ja, maar waar moeten we dan eten? Ah, kijk, daar hebben we het volgende nog gevonden. Hier maak ik een eethoek. Dat kan prima hier de koelkast, fornuis. Aanrecht, mooie bruinzeelkastje met van die geluidloze laden eronder. Lawaaibomen, houten tafel, slagersblok extra nog om het eten goed klaar te kunnen maken. En daaromheen van die mooie tegenwoordige gipsen chroomstoelen. Begrijp ik. Ja. En nou, iedereen kan dan lekker meedoen. Kindertjes die serveren uit, u dekt de tafel, mannetje kookt natuurlijk. En dan heeft u democratie in optima forma onder uw eigen dak. Hè? En laten we gewoon even uw dag doornemen. De kinderen staan op, man staat op. Komt daar eigenlijk ook zijn bed uit. En dan kan iedereen pakken wat hij wil. Brinta, tosties, gewoon brood. Komt ook nog voor. Nou. En dan geef het woord de tijd. Kindertjes moeten naar school. Mannetje uitzwaaien. Even een moment voor uzelf. Wat? Heeft u een assistent? Nee, ik ben maar een eenvoudige ziekenhuis. Nou, dan loopt u even naar uw wachtkamer. Kijkt of de boel daar een beetje gefactioneerd is. Leg het tijdschrift recht, arts in de auto en de psier misschien ook wel de avoneu. En dan kunt u zich even rustig terugtrekken in uw behandelkamer. U zet de stereo nog even aan. Gaat achter uw mooie designerbureau zitten. Kijkt even de krantenkop en doet de eerste patiënt al drukken op de bel. Dan laat u hem binnen door uw mooie geluiddichte deur. Hij vlijt zich op de divan neer. Hij vertelt over zijn moeilijke jeugd. En dan komt dan weer de volgende patiënt. En dan schreef hij met de tijd natuurlijk voor de lunch. Man komt misschien nog even langs. En nou, tussen de middag misschien nog even een eltje knappen. Hm? Maar gaat het zoemetje alweer, komt weer een patiënt. En dan komen ze natuurlijk allemaal weer voorbij. De borderliners, de ADSL'ers, de mensen met anorexia-stoornissen, de asperges. Ja, daar krijgt hij natuurlijk al honger van, hè? Ja. En dan is het dan ook tijd voor een voedzame maaltijd van net voor de dag. Met de hele familie. Ja, maar niet in de eetkamer. Nee, niet in de eetkamer. Ja, maar deze kamer die heeft zo'n mooie akoestiek. Ja, een kerk heeft vaak ook een mooie akoestiek.
Maar toch zie je toch erg weinig mensen in de kerk eten. Hè? Nee, ik weet waar ik over praat, mevrouw. Ik ben in zo'n kamer opgegroeid. Oh ja? Ja, ik vind het echt als mijn broekzak. Komt zo bekend voor. Het is niet waar. Ja hoor, kijk. Het is precies zo'n stoel. Daar zat mijn vader in. En daar zat van mijn moeder. En hier zat mijn zus. En hier zat ik. Oh god. Ik zie het weer helemaal voor me. Wilt u er nog eens meer over zeggen? Oh, het was een marteling. Een marteling. Voordat we eindelijk konden beginnen met eten. Alleen al beginnen met eten. Dan wachten, hè. We moesten altijd nog netjes wachten aan tafel. Hè? En nou, geen woord mocht eruit komen. Nou, dan kwam eindelijk mijn moeder. En die zei dan van, nou, wat wil je nou eten? Bloemkool? Nou, appelmoes. Ja, maar neem maar geen bloemkool, dat is veel gezonder, weet je wel. En dan komt mijn vader zich ermee bemoeien. En dan zei hij, zou ik je wat vertellen? In de oorlog, dan moet je van bloemkool in de rij staan. He, hij en oorlog. He, kan je wat vertellen? Toen het oorlog was, zat hij zichzelf vet te mest in een kostschool in Zwitserland. Maar altijd commentaar, hè. Van, oh, als de crisis komt en die regering die werkt daar naartoe, dan moeten we allemaal de buikriem aanhalen. Nou, dat kon hij niet eens met die vette pens van me. En dan zeuren over één pitje in zijn sinaasappelsap. Zal ik hem wel vertellen? Ja, dat was verschrikkelijk, hè? Dan zei hij, nou, later zul je nog wel terugdenken aan die gezellige eetsessies aan tafel. Nou, reken maar, ja, inderdaad. Ja. Hè? En waagde het niet om een grapje te maken. Die man, die kon, zelfs al dacht hij dat hij een grapje maakte. Nou, het allerergste heb ik meegemaakt. Ik kom een keer van het toilet. Ik was vergeten mijn handen te wassen. Ik ga zitten en Nee, kijk, de kwestie is dat deze hele eetkamer met grond gelijk moet worden gemaakt. Ik heb mijn hele leven lang al in dienst bodemkamertjes rondgekloot. En hier krijg ik de kans met een schone lijn te beginnen. Helemaal opnieuw. Maar wat zegt u nou ervan? U zegt helemaal niks. Wat vindt u nou? Ja, daar zal ik toch echt heel goed over moeten nadenken. Oké, goed. Nee, dat is prima hoor. Nee, oké, goed. Goed over nadenken. Nee, heel verstandig. Ik stuur u wel een rekening voor het werk dat ik tot nu toe gedaan heb. Dat is goed hoor, dan stuur ik u de wijnen wel.